Oh, wow. En het keukentje is klaar, hè? Dus ik ga dit doen. Zo, een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een Papa Dag vlog en wel nummer 4. Het is vandaag maandag en het is tweede Pinksterdag. En wij zijn natuurlijk vrij. De vorige video heb je kunnen zien eigenlijk hoe ik door Waalwijk, door de stad heen moest met make-up. Was ik opgemaakt en heeft Kelly lekker gekookt. Vandaag ga ik dus weer een nieuwe challenge doen, een nieuwe Papa Dag vlog maken. En we gaan zien wat we gaan doen. We weten niet wat we exact willen doen. Het is niet heel mooi weer wat betreft het regent. Het is een beetje bewolkt, maar maakt niet uit. We gaan wel zien wat we gaan doen. We gaan nu ontbijten. En de meiden zitten allemaal hier op de bank. Dan ga je ontbijt maken voor de dames. Tussendoor wil ik even laten weten wat voor challenges nog over zijn. Onder andere Yes Day, de zuurstum challenge, dat is de vis in blik. Kinderen mij een outfit moeten geven. Wat meer dat ik iets moet eten, een bepaalde kleur. Dan kies ik een kleur uit en de kleur die ik heb gekozen mag ik dus iets eten. Dus dat soort challenges zitten er nog in. Heb je nog een leuke challenge, zet even in de comments. En dan ga ik de meiden nu in ieder geval eten geven. Oké, de meiden krijgen allemaal een bakje met muesli en yoghurt. En jullie zitten al na te denken wat voor challenge het leukste is, hè? Ik hoop Yes Day, want dan weet ik al wat ik ga doen. Ja, jij wil slagroom in mijn gezicht gooien. Ja, maar ook nog taart. Ik ben ook niet. Oh jee. En nou. Ik wil gewoon cupcake zonder slagroom, zonder sier. Oké, okay, gezellig. En jij, Feline? Ja, Yes Day dus. Flintje, ja. Heb je nog iets te vertellen? Want gisteren en eergisteren heb je iets gedaan wat ik heel knap vond. Je hebt zonder luier gelopen. En je bent zelf naar de wc geweest. Super knap hoor. Ja. Ja. En dan hopen dat het geen Yes Day wordt. Ja. Dan moet ik met de luier gaan oplopen, of niet? Nee. Ja. Papa doen. Nee. Ja. Dus, Het was een proef, maar het was zo eeuw. Het smaakt. Ik heb het je net gegeven, joh. Je vond het heel lekker. Een beetje vind ik lang, maar niet zo veel. Ah, oh, niet zo veel, oké. Okay. Amy? Ja? Wat heb je gedaan? Stikjes geplakt. Overal stikjes geplakt. Zie je het hier een, hier, met haar ook al, ja gezellig, leuk. Nou, terwijl de meiden op de achtergrond spelen en Kelly straks asperges gaan maken, ga ik nog iets erbij koken. Ik ga Syrische rijst erbij koken, ik heb er al eerder een kookvideo van gemaakt, maar ik zal het even herhalen. 150 gram vermicelli, dan hebben we 500 gram basmati rijst, we hebben vergeten kruiden. Er zit in een blauwe zak, die kan je halen bij een Turkse supermarkt. Dan hebben we kokosolieboter. En groente, boter. Het heet ghee. Dan doe je 2 eetlepels van iedere vermicelli inbakken en daarna de rijst en dan voeg je de kruiden toe en dan water. Een paar minuten koken, 1 liter water gedaan. De rijst is klaar, ik zal het even laten zien. Daar komt hij aan. Oh, wow. Super gaar. Precies goed, echt. Oi, wat is het lekker, Syrische rijst. Ja, als je het zelf een keer wil maken, ik heb er gewoon een kookvideo van gemaakt. Maar wij gaan lekker eten zometeen. Hier is trouwens de soep die Kelly heeft gemaakt van asperges en champignon-ui. Die gaat ze nog pureren. Oké, het is de dag erna en de meiden zijn aan het spelen. En ik denk ik ga er tussendoor even een keukentje in elkaar zetten. Een speelgoedkeuken. Dan weet je hoe lang ik over ga doen. En daarna gaan we grabbelen. Wat gaat mijn uitdaging zijn? Oké, ik heb hier de spullen liggen, de onderdelen. En ja, dan ben ik benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, natuurlijk kan ik het wel, maar hoe snel zal ik zijn? Ben benieuwd.
Nou, ik ben 10 à 15 minuten verder en het ziet er zo uit. Oké, okay, nou netjes zou je denken. En dit is nog over. Ik ga even verder. Oké, ik heb de bovenkant nu klaar. Bijna klaar. En de onderkant en die gaan op elkaar. En het keukentje is klaar, hè? Ja. Ja, en Feline is haar skielers aan het doen. Skieleren en koken tegelijk. Nou, leuk keukentje, hè, Feline? Ja. Goed zo. Zo, ik heb me even omgekleed en ik wilde gaan grabbelen. De challenge die ik moet gaan doen. Maar de doos is verdwenen. Ik had een Dolce Gusto doosje en daar had ik allerlei challenges in gedaan. En het is gewoon weg. Ik maak echt geen geintje. Ik moet even kijken hoe ik het kan oplossen. Heb jij al een idee, Lana? Nope. Nee? Amy, heb jij al een idee? Ja. Amy heeft een smoothie. Smoothie. Een smoothie? Ik ga een smoothie drinken. Nee, maar wat moet papa doen als opdracht? Ik denk mama's kleren aan doen. Oké, ik ga er even nadenken. Ik kom zo bij jullie terug. En ik laat wel weten wat ik moet gaan doen. Oké, terwijl de meiden op de achtergrond chocola aan het eten zijn, ga ik iets anders doen. Ik ga ook iets eten voor mijn challenge. Het is inmiddels duidelijk wat ik ga doen, want ik heb het bakje met de opdracht niet terug kunnen vinden. Dus ik ga dit doen. Hoi. Het is wel de zwaarste challenge. De zwaarste challenge, denk ik, of niet? We gaan het straks wel zien. Voor jullie misschien ook wel. Ik denk dat we het beter buiten kunnen doen. Ja, ja, onder overkapping. Ja. Oké, okay, tot zo. Nou, we zijn klaar. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Lana en Kelly zitten erbij. Ik heb hem hier staan. Tada! Oké, okay, ik ga hem openmaken. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh, dit spul stinkt zeg. Jezus. Niet te kotsen, maar... Ah, wat? Je bent echt op niks. Ik mag dus helemaal geen vis kopen voor hem, maar dan gaat hij helemaal over zijn nek van de geur. En dan... Oh, het ruikt echt gewoon... Ja, gewoon naar een of andere put, joh. De rioolgeur is het. Godverdamme. Ik zal hem even close-up doen. Ik denk dat Patrick, onze kat, die komt denk ik binnen no time deze kant gevlogen. Want die ruikt het ook op een kilometer afstand. Maar omdat mensen het niet ruiken. Oh, het is net echt een. Geen idee. Het is net een soort van rioollucht. Oh my god, dit is gewoon echt serieus. Compleet beschimmeld op ons. Ik zit ondertussen goed in mijn neus. We hebben een stukje vis erop. Oh, wow, dit is echt. En jij haalt vis, dus ik snap het echt. Hey, ja, oké, okay, ik snap het. Nee. Pie jij ervan? Vis stinkt. Jij stinkt onder de vis. Lana die is al vertrokken, die dacht, oh leuk, challenge, ik doe mee. Er zitten gewoon gaten in, oh daar hou ik helemaal niet van. Ik het niet van is gewoon een soort van rot orgaan of zo. Ja, kom eens, schat. Nee? Wow. Oh. Durf je dit te eten? Ja. Ik vind het lekker ruiken. Nee. Ik vind het niet lekker ruiken. Oké, okay, let op, daar gaan we. Ik heb voor de zekerheid heb ik een bak, maar goed. En ik heb nog water. Ja, dat is wel. Dan gaat hij. Oh my god. Nico. Stinkt. Ik ga de tijd niet. Ik ga de tijd niet. Ik ga niet meer met jou kussen, nee. Even kijken, zo. Er zit ook allemaal gaten in. Ja, lekker. Oh, joh, joh, dat... En papa gaat het ook proeven ook, dat is toch vies? Oh. Ik heb veel vieze dingen gegeten in mijn leven. Ik denk dat serieus dit het goorste zal zijn wat ik ga eten. Ja, doe maar, doe het, doe. Doen! Doe maar. Ja, komt hij aan? Ja, papa durft het. Doe maar. Wow. Ik ga niet verder eten, maar dit is echt... Papa, hier wat water. Ja, dat flesje stinkt ook. Het is super zout. En ik stink ik ruik mijn eigen adem. Oh, ik ruik dit gewoon... Het lijkt alsof ik het de hele tijd openmaak. Ik denk dat dat hetgene is wat mensen... Maar hij is net gaan spuiten. Ik hoop niet in mijn haar, joh. Ik heb moeite om niet over te geven. Oh my god. Wat dit is zo smerig. Kijk, ik zal dit laten zien. Dit waren de graten. Ja, ik weet niet of het goed kan zien, maar... Oh, je ziet gewoon hier, de ingewanden zitten gewoon in. Je hebt toen die geit op, weet je nog, in Tanzania. Ja, maar dat was nog...
Oh, je stinkt echt gewoon naar, gewoon echt, ja, yes, oh my god, ja, echt gewoon naar iemand die er nooit gedoucht heeft of zo. Man, 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 oh, dit is echt smeer. Oh my god, oh, serieus? Begint het. Oh, dit is echt, het is meer de geur erna, als het eet, het is smeuig als een haring. Oh, dit is echt, echt het smeerste wat ik ooit heb gegeten. Ik heb nog niet hoeven over te reven. Ik heb het wel doorgeslikt. Maar ik heb het idee dat als ik weer een boertje ga laten, dat ik dan best wel veel moeite zou hebben. Maar maakt niet uit. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is een beetje een chaotisch vlog. Het stinkt nog steeds, dus het gaat lekker door. Als je de video leuk vond, doe een duimpje omhoog. Heb je nog een idee voor een nieuwe challenge? Laat maar even weten, want ik ben een bakje kwijt met alle challenges. Dus zet ze even onder de comments. Like de video en abonneer. Vergeet je niet te abonneren, want ik vind het heel leuk om te doen. En zorg dat in ieder geval weer hele leuke video's gaan komen voor jullie. Dankjewel voor het kijken en ik ga een manier vinden om dit weg te gooien.